Welkom bij de SN Voetbalquiz. In de aankomende weken gaan wij op zoek naar de grootste voetbalexpert van Nederland. Er kan er maar één de winnaar zijn en de winner takes it all. Stoelriemen vast, we gaan beginnen. Dit is de SN Voetbalquiz. Michiel, jij zit hier namens Vitesse. Yes. Jouw liefde gaat diep, hè? Ja, klopt wel, ja. Ernst? Ja. Jij doet ook veel voor de club, begreep ik. Ja, nou, ik ben al 25 jaar seizoenkaarthouder. Pas eigenlijk. En ik ben verder bij mijn project voor Alzheimer-patiënten die iedere maand één ochtend ochtend bij de club kunnen langskomen. Dus heel erg maatschappelijk betrokken, allebei. Frank, geldt het ook voor jou? Ja, eigenlijk wel. Ik werk bij een organisatie, de jeugdwet, een wetmaatschappelijke organisatie, uitvoert voor de gemeente Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Als je het antwoord weet, zo snel mogelijk drukken. En bij enige twijfel hebben we een VAR die meekijkt wie het snelste drukt. Komt ie. In het seizoen 97-98 werd een speler van Vitesse topscorer van de Eredivisie. Het scheelde niet veel. Jij twijfelde iets langer. Frank, jij was sneller, zeg maar. Ik dacht Nikos Magas. Dat klopt. Het eerste punt gaat naar jou. En dan weet jij misschien met hoeveel doelpunten dat was. Ja, ik was al bang dat je dat zou gaan vragen. 32? Ah, het is wel in de buurt. 34. 34 toch? Ja. Ja. Maar goed, dat was niet voor een punt. Eén punt voor jou. Mannen, jullie moeten de achtervolging inzetten. Ja. Vraag 2. NEC won de KNVB-beker nog nooit, maar stond wel een aantal keer in de finale. Hoe vaak precies? 4 keer. Dat klopt. En ze waren wel dichtbij, hè? Vraag 3. Let op, hè? Memphis Depay staat nu onder contract bij Atletico Madrid. Maar kun jij zijn oude werkgever noemen? Barcelona? Ja, dat is goed. PSV? Ja. We hebben er nog 2. Nee, ik weet het ook niet. Ernst, wil jij Atletico Madrid? Een poging doen? Olympique Lyon? Ja. PSV. Nee, Sparta? Oh, nee. Nee. PSV? Nee. Het was Manchester United nog. Jullie kwamen heel en met z'n drieën, maar helaas, deze vraag gaat naar niemand. Vraag 4. Sparta speelt zijn wedstrijdjes al sinds jaar en dag op het kasteel. In welk jaar werd dat stadion gebouwd? 1910. Niet nee. Goed. Jullie mogen ook nog een poging doen, dus wie het dichtstbij zit, wint. Ah, nee. 1920? Nee. 1905. Jij zei 10, jij zei... 20? 1920. Dan ben jij dichtbij. 1916. Het is tijd voor een spelletje, het bonusspel, en de winnaar krijgt 2 punten. We gaan boterkaas en eieren spelen, maar dan met de clubs waar de juiste voetballer bij moet zetten. Dit is ballen, goals en eieren. En bij een gelijke stand gaan we door totdat we een afvaller hebben. Is het duidelijk voor jullie? Ja, yes. Michiel mag nu beginnen, omdat jij nog geen punten hebt. Sorry. Ja, pijnlijk. Maar je kan met dit spel flink inlopen, hè? Ja. Ja, ja. Ik wil niet dat je huilend naar huis gaat, hoor. Dus zet hem op. Dankjewel. Brazilië, FC Barcelona, Neymar. Dat is goed. Ernst. Paris Saint-Germain, Ronaldinho of Paris Saint-Germain, Brazilië, Ronaldinho. Dat is goed. Nederland en Paris Saint-Germain, Wijnaldum. Dat is ook goed. Jullie gaan lekker. Allemaal eentje. Spanje, Barcelona, Iniesta. Dat is ook goed, uiteraard. Barcelona, Nederland, Koeman. Ja, een tijdje geleden al, maar... Ook die tellen. Nederland, Real Madrid, Van Nistelrooy. Ja, daar dacht ik ook meteen aan. Maar ja, als je die niet weet, kan je ook tactisch voor iets anders gaan, hè? Ik ga het proberen, maar ik vrees van niet. Henri? Dat is goed. Ja, wel. Ja. Lekker. Jij bent de winnaar van ballen, goals en eieren. En dat betekent 2 Top. Punten voor jou. Je bent helemaal terug in de wedstrijd. Top. Goed. De tussenstand, 2 voor jou, 2 voor jou en 1 voor Frank. Je kan het. Ja, zeker. Maar goed, we zijn pas op de helft hoor, dus er gaat nog genoeg gebeuren.
Raad de voetballer. Welke speler hoort bij dit carrièrepad? NEC, Ajax, Barcelona, Valencia, NEC. Zeg het maar. Nee, Schöne. Nee. Nee. Sillis. Dat is goed. Ik verwachtte inderdaad al iets meer. Jasper Sillis inderdaad. Zou jij meenemen naar het EK? Uiteraard. Ja, jij bent een beetje gekleurd, maar als je objectief kijkt? Nu speelt hij wel weer goed. Eerder in het seizoen was het wat minder, maar nu is hij weer helemaal in vorm. Dus misschien... Dan gaan we door naar vraag 7. Met welke voetballer speelde Arjen Robben niet samen? Is dat Wesley Sneijder, Thomas Müller, Frank Ribéry, Raúl of Rüdiger? Raúl. Dat is niet goed. Dat is Rüdiger. Ja. Dat klopt. Ja? Vraag 8. Denzel Dumfries speelt nu bij Internationaal, maar hij brak door bij Sparta. Hoeveel wedstrijden speelde hij voor Sparta? Dat weet ik niet helemaal precies, maar 25. Niet goed, maar we gaan kijken wie er dichtst bij is. Wat zijn er meer. Ik zeg 60. 42. Je hielp je buurmannen wel een beetje, hè? Sorry. Het was 65. Ja. Dus weer een puntje voor Ernst. Ik maak er een zootje van. Oei. Maar Ernst, jij bent zo ver uitgelopen dat jouw buurmannen je niet meer in kunnen halen. De man in het midden heeft gewonnen. Ernst, jij mag naast me komen staan en je mag aan het rad gaan draaien. Ernst, jij mag je de winnaar van deze quiz noemen vandaag. Op welke prijs hoop je? Nou, ik hoop een beetje op het bijzondere mystery shirt. Nou, dat hoop ik eigenlijk ook, want die hebben we nog niet voorbij zien komen. Ga maar draaien. Het is gelukt! Woehoe! Dit is hem. Dankjewel. En het is... Vitesse? Nee! Fortuna Keulen! En volgens mij is het ook nog precies je maat. Staat je goed. Ben je er blij mee? Uiteraard. Nou, we gaan jou terugzien in de halve finale en misschien zelfs wel in de finale. Dus tot de volgende keer en jullie allemaal bedankt voor het kijken en hopelijk ook tot de volgende keer.